Goedendag allemaal, lezers van Medemblik Actueel. Welkom bij alweer de zesde vlog over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. En zometeen even hele spectaculaire beelden, want er is hier best wel weer wat veranderd. Kijk, de vloer ligt erin. Tenminste, het eerste deel, het schuimbeton. Ik kan er dus even niet meer op lopen. Het is allemaal mooi egaal, goed geïsoleerd. Zij konden nog een laag op met onder andere vloerverwarming. Maar de eerste laag ligt erin en ik zal laten zien hoe dat ging. Mooi baantje. Ja, dat zo wel, ja. En zo lag er in 10 minuten tijd een toch wel high-tech schuim betonvloer in. Een van de vernieuwingen. Het is heel leuk om de combinatie tussen nieuwe technieken en het oude ambacht te zien. Dat zal nog meer plaatsvinden, straks met de verlichting bijvoorbeeld of de oude visuele apparatuur. Vergeet vooral ook niet te kijken naar de vlog van Esther de Boer. Die kunt u zien op de Facebookpagina van Medemblik Actueel. En dan ziet u weer een nieuwe vlog van mij volgende week. Graag tot ziens!